President Santokki heeft het startsein gegeven voor de bouw van de Jai Kisan rijstverwerkingsfabriek in Ikeri, gefinancierd door de IDB. Dit project zal de landbouw in de regio bevorderen. Tegelijkertijd werden twee andere projecten gelanceerd, de ontsluiting van de rechteroever en de rehabilitatie van irrigatie- en drainsystemen in 6 waterschappen. Santokki benadrukte de samenhang tussen deze initiatieven en hun bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de landbouwsector in Suriname. President Santokki sprak met onderwijzers uit Nigeria over hun uitdagingen en kondigde aan dat zij in aanmerking komen voor percelen om huizen te bouwen via het Affordable Housing Program. Hij benadrukte het belang van onderwijs en de inzet van de regering om de positie van leerkrachten te verbeteren. Ook wordt een marktonderzoek gestart om de interesse in universitaire opleidingen in Ikeri te peilen. Marktmeester Sergio Anusa heeft op 4 oktober 2024 samen met zijn team een grote schoonmaakactie gehouden aan de achterkant van de Vreedzaammarkt. Deze actie, uitgevoerd om de hygiëne en netheid van de markt te waarborgen, werd met succes voltooid. De marktlieden spraken hun dankbaarheid en waardering uit voor het werk dat is verricht om de markt schoon en aangenaam te houden voor zowel de ondernemers als de bezoekers.